Welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben van de week op pad geweest met Bart Hoes. We hebben daar een aantal productvideo's geschoten. En tijdens het editen van deze Screenhouse 3D Compact dacht ik dat het wel vet zou zijn om deze weg te geven met een like en share actie. Dat gaan we dus ook doen. Wat moet je hiervoor doen? Twee dingen. Abonneer jezelf op ons YouTube kanaal en schrijf onder in de comments waarom jij deze tent zo graag zou willen winnen en wat de exacte afmetingen zijn van deze tent. Ergens in de video vertelt Bart jullie precies wat de afmetingen zijn, dus kijk en luister aandachtig en wie weet ben jij straks de gelukkige eigenaar van deze mooie Screenhouse 3D Compact. De 3D Compact Screenhouse. Het kleine broertje van de 3D, maar daarom zeker niet minder waardig. Zoals jullie zien is hij voorzien van een camomesh voorraad, wat zorgt voor extra luchtcirculatie en ook het ongedierte in de zomeravonden kan buiten houden. Een waterdichte doek is natuurlijk ook voorzien voor hem volledig af te sluiten, maar in deze opstelling hebben we hem gebruikt als zijnde een luifel. Deze luifel wordt opgezet door middel van twee sterke stalen poten en twee stormkoorden. Hierdoor staat het heel stabiel. Zelfs met een beetje wind dat we vandaag zien, geen probleem ermee. Aan elke hoek zijn ook zakjes voorzien waar de stormkoorden in kunnen opgeborgen worden. Zo zal je deze ook nooit kwijtspelen. Het gebruiken van deze stormkoorden zorgt natuurlijk voor extra stabiliteit als er wat meer wind staat. Achteraan hebben we een raam voorzien, ook met onze camomesh. Dus deze zorgt ervoor dat we ook weer extra luchtcirculatie hebben. Je kan je voorstellen in de zomer 30, 35 graden, volle zon erop. Achteraan de mesh open, vooraan de mesh open. Een extra luchtcirculatie wat zorgt voor extra koelte. Ook een clear window is er voorzien. Zodanig als we in het slechte weer zitten en we de voorkant afgesloten hebben, we toch nog extra licht kunnen binnenkrijgen langs de achterkant. Het achterraam kan natuurlijk ook weer afgesloten worden met dezelfde waterdichte doek als de rest van de tent. Ondanks een afmeting van 2,35 meter op 2,35 meter is dit eigenlijk toch een vrij ruime tent. Ik kan er bijvoorbeeld makkelijk twee bedshare in kwijt of bijvoorbeeld een bedshare in al mijn spullen. Ook kan deze tent natuurlijk gebruikt worden als een social tent of als een kooktent. Altijd gezellig om samen met je vrienden 's avonds een pintje te drinken en lekker te socializen.